Leuk dat je kijkt naar een nieuwe gameplay video hier op gamersnet.nl. En ik ga even de PlayStation 4 of PlayStation 5 een aantal games met jullie doornemen. De vorige video was Astro's Playroom. En we gaan nu, dat is natuurlijk wel heel veel mensen op zitten te wachten. Miles Morales checken. Ik ben even naar de Empire State Building gegaan. Even over Spider-Man Miles Morales. Het is een standalone DLC. De game is niet zo lang als de basisgame, maar hij is natuurlijk wel vet, want je kruipt in de huid van Miles Morales. De nieuwe Spider-Man die ook elektrische krachten heeft en onzichtbaar kan worden. Hij is een beetje OP, maar ik ga niks van het verhaal laten zien. Ik ga gewoon de wereld laten zien, zodat je een beetje het idee hebt van wat de PlayStation 5 allemaal te bieden heeft. Dit is natuurlijk wel een beetje het paradepaardje van de PlayStation 5. Dynamic lighting. Het ziet er ongelooflijk vet uit. De straten zijn fucking druk met mensen. Dat is ook een verschil, hè, met de vorige game. Je ziet daar in de verte zie je het Avengers gebouw. Ik zit nu op de Empire State Building. En Miles Morales speelt zich af ten tijde van de winter. En dat is natuurlijk ook al anders dan de basisgame die zich meer in de zomer afspeelt, I guess. Nou ja, goed, je kunt zien hoe ver je kunt kijken, hoe vet het eruit ziet. Je ziet ook al op mijn kaart rechtsonder, zie je dat er een crime in progress is. Daar ga ik straks naartoe. Dan kun je ook een beetje nieuwe krachten van Miles Morales zien ten opzichte van Peter Parker in de vorige game. Overigens speelt Peter Parker ook een kleine rol in deze game en hij is gemocapt door een nieuwe acteur. Niet de voice actor is nieuw, het is alleen de acteur. Dan gaan we gewoon lekker eventjes... Ik dacht we springen even in één keer naar beneden. Nee hoor. Nou, hier komt hij. Miles Morales, hij beweegt ook anders dan... zie je? Ja, hij beweegt ook heel anders dan Peter Parker in de game. Hij is meer een soort van... Ja, hij is wat jonger, dus wat losser. Hij is wat... I don't know. Frivoler, lijkt me het goede woord. Een van de voorbeelden van de nieuwe moves. Bam! We zetten ze gewoon lekker onder stroom. Hoppata! Ik heb het idee dat er nu heel veel mensen naar me toe komen, toch? Hoop ik, anders heb ik niet zoveel te doen. Kijk, daar komen ze. Chill, hoppa. Doe eens even normaal, gast. Ik heb bijvoorbeeld ook een holodrone, dat is ook een nieuwe kracht, die kun je gebruiken. Oh. Dat zijn een soort van hulpjes, digitale hulpjes die mij helpen mensen in elkaar te slaan. Je merkt, Miles Morales is iets meer van futuristische. Ook omdat hij natuurlijk stroomkrachten heeft. Remote Mines heeft hij. Zal ik even nog een kracht laten zien, dat is deze. Dat is ook altijd wel handig. Bam. Die komt vooral hier bijvoorbeeld heel goed van pas. Oh, auw. Remote Mines, heerlijk. Hoppata. Ja, 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 wacht jij dan maar. Hier, komt ie. Hoppa. Bam. Ah ja, je ziet het ook, de tegenstanders. De grote evil bad girl in deze Spider-Man game is de Tinkerer. Zij is ook een beetje meer van het... Oh, dat kan al gewoon. Nou, bij de eerste Spider-Man moest je daar heel lang voor upgraden, wil dat komen. De Tinkerer is... heel veel van de game heeft te maken met iets van een stroomvoorziening. En dat zie je ook terug in de game. Zullen we even de straat op gaan? Even kijken hoe druk het is op straat. En dat is natuurlijk ook wel een groot verschil met de vorige game. Overigens, de Spider-Man Remaster, de remaster van de basisgame, is eigenlijk qua graphics en qua hoe druk het is op straat hetzelfde gemaakt als Miles Morales. Daar heb ik ook een gameplay video van gemaakt, die kun je zien via patreon.com/gamersnet, kost je 5 piek in de maand.
Maar we maken fucking veel extra content daarvoor. Dus geef het een keer een kans. Yeah. Heeft dan ook extra XP? Of dat was in de basisgame wel. Je ziet in de straten van New York is het winter. Ik heb ook het idee dat, dat er veel meer verschillende modellen zijn gebruikt voor mensen op straat. Je ziet zelden dezelfde mensen. Ja, kijk hoe heerlijk dit eruit ziet. Door die uitgewerkte, prachtige etalages al. Het is echt gewoon fucking vet. De sporen die de auto's achterlaten in de sneeuw. Het is gewoon echt gewoon tof. Hier, hoe het weer kaatst, dat je zeg maar, door de weg, soort van door het gladde wegdek, de weerkaatsing van het licht van de gebouwen kan zien. Hij wijst me nu naar iets. En dan? Is daar dan nu iets? Of... Oké. Wat Spider-Man Miles Morales ook heeft, is meer subquests. Als je naar de D-pad naar links draait, dan krijg je een soort van een lijst met subquests die er allemaal te doen zijn. Laten we deze even gaan doen. Het is meer dan een kilometer ver weg, dus zullen we anders voor het gemak eventjes fast travelen. Dan kun je gelijk zien hoe snel dat gaat. Waar is mijn missie? When's other Spider-Man coming back? Oh, is hier. Nou, hier is mijn missie. Nou, hier een metrostation. Fast travelen. Tel je met me mee. Hier komt hij. 31, 32, 33. En 3 seconden. Je bent aan de andere kant van de map. Dat is natuurlijk fucking vet. Maakt het ook lekker makkelijk. Om snel te reizen. Ik moet ook zeggen, van de week was Salem hier voor de Gamers in Podcast. Volg die even. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Kun je ons elke week, meerdere malen een keer per week trouwens, horen over videogames. Gamers in Podcast, vet. Salem was iets vertraagd voor de podcast. En normaal gesproken, dan ga je niet een game als Spider-Man opstarten vanwege de laadschermen en shit. Maar ik start gewoon de game op en binnen 3 seconden ben ik in de game. Dan kan ik gewoon eventjes 5 minuutjes spelen. Maar dit soort subquests zitten dus veel meer in Miles Morales dan in de originele games had. Hey Spider-Man, I'm Sam. So on my last inventory check, we had a couple hundred missing. You think somebody stole them? I don't know. But today we're supposed to have 2 trucks out making pickups, but our GPS transponders say there are 3. Oh nee. Something's up. Sounds like you got yourself a poser. But how am I gonna know which one it is? If you can check their license plates. We'll know which one shouldn't be out there. You can count on me then. Ik moet een picture maken van een license plate. Nou, overigens, Miles Morales, ik kende de Superhero Miles Morales niet zo goed totdat ik de film zag, Into the Spider-Verse, die tekenfilm, een van de beste cartoons ooit gemaakt. Het is wel een beetje dezelfde origin story, dat is ook wel het grappige, want... Dit is meer een origin story, deze Miles Morales game, ten opzichte van de originele Spider-Man game. Want daar is Spider-Man al 5 jaar Spider-Man. Dit is wel echt een beetje een origin story van Miles Morales. Dat is wel echt tof, dat we dat nu wel te spelen krijgen en dat we niet weer Uncle Ben te zien krijgen. Want dat weten we nou inmiddels wel hoe het daarmee afloopt. Ik kijk hier even, ik vind dit er vet uitzien. De politieagenten zijn lekker bezig, ze doen hun werk. Ja, aanpakken die gasten. Tough on crime. Defund the police. Oh nee, too soon. We moeten foto's maken van nummerplaten. Nou, dan gaan we dat gewoon lekker doen. Nogmaals, dit is een subquest. Hè? Daar staat de game bol van. En ik wil jullie absoluut niks van het verhaal laten zien. Want dat vind ik kut. Dus we houden het spoilervrij voor zover dat mogelijk is. Nou, dat was 1. Got it. Now for the moment of truth. It's not our truck name. Try the next one. Het is zo vet dat ze qua animaties hem heel anders hebben gemaakt dan Peter Parker. Dat maakt het wel echt een andere game of zo. Overigens het webslingeren. Je hebt natuurlijk die haptic feedback in de controller. Voelt ongelooflijk vet. Want als je zegt net over het zwaartepunt komt van je slinger als het ware, dan voel je dat die controller net even wat meer trilling geeft en in. Dit was goed hoor. Checking the plate. Oh, kom maar. Sec. Bingo. Follow that truck. Oh, dit is hem.
Je ziet ook links rechts hoeveel mensen er op straat zijn. Ik vind het zo vet. Mensen zijn wat aan het doen. Dikke subquest hoor. Sounds like they're stealing toys for some sort of deal. Unless Joe is the one in charge. How am I gonna find him? If you can grab pictures of their faces, I'll run them through facial recognition software and see if we get a match. Okay. Sounds like I gotta use camo if I'm gonna get in close. Ja, dat kan natuurlijk ook. Miles Morales is natuurlijk kan onzichtbaar worden vanwege zijn krachten. Niet oneindig, zoals je ziet. Laten we even een foto maken, dankjewel. Wat zei hij nou? Is het niet goed? Cross-referencing. Is wel goed. Dat maakt Miles Morales natuurlijk wel iets... I guess, ik weet niet zo goed of het komt omdat ik best wel goed ben in Spider-Man, omdat ik die eerste game echt kapot heb gespeeld, of dat het door de krachten komt van Miles Morales, maar het is natuurlijk wel iets makkelijker, want hij kan gewoon echt onzichtbaar worden. Dat is natuurlijk super chill. Is dat goed of nog niet? Is dit niet goed? Jezus. Ik moet echt voor staan. Dankjewel. Alright, checking the police database. This one's clean. Nice photo though. Vet ook hè, dat je daar op de achtergrond gewoon het Avengers gebouw ziet. Hadden ze misschien wat met de game willen doen, maar ik denk niet dat het gaat gebeuren, want de game is een beetje een faal. Nice. Running the photo. No history of crime here. Try again. Ja hoor, het is uiteraard de laatste. Oké, okay. Oh, hij gaat natuurlijk rijden nu ook toevallig. Maar dan komen de buyers. That must be the buyers. Once they're together, you can take out the whole operation. Maar ik denk dat ik ze nu moet afmaken, of niet? Nou, prima. Stealing toys from kids? Were you guys trying to get on the top of my butt-kicking list? Give me your big shot! Way to be in the spirit of the holidays, guys. Come on, kid. Getting paid's all that matters. Oh, die is al gelijk knock-out. The other Spider-Man. Hoe erg is die andere Spider-Man? Nou, dat was hem. Denk ik. I guess. The holidays are saved. Now, just check the truck and make sure the toys are still there. Oh, ja hoor, tuurlijk. Hands off the merchandise. You're Genki. I found the toys. Just cleaning up some stragglers. Cool. You got this, buddy. He's mine! That's it! I'm taking my toys, and I'm going home! Got you now! Where'd he go? Where'd he go? Is he gone? He better be gone! Ooh. There he is! Yeah.
Hoppada, Captain, nice. Nou, dit was een subquest uit de nieuwe Spider-Man Miles Morales game. Ik hoop dat je een beetje een beeld hebt van hoe de game eruit ziet en wat je allemaal gaat doen in deze videogame. De Games of Podcast hebben het altijd uitgebreider over al dit soort videogames. Volg de Games of Podcast via Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, vriend van de show, waarver je wil. Geef ons een kans, want we lullen graag over games. En dat kunnen we wel. Bedankt voor het kijken, tot de volgende gameplay video of andere video hier op gamerz.nl. Doei!